3, 2, 1, go! Oké. Okay. Op! Dit is eng! Dit is eng! Wij houden van voetbal. Daarom maken wij rond het EK deze serie speciaal voor jullie. En natuurlijk voor onszelf. Althans, niet voor Martijn. Die is meer van de hockey. We zetten vraagtekens bij de tradities die we tijdens de Oranje Koorts klakkeloos overnemen. En we onderzoeken in hoeverre je speltechnieken kunt toepassen in het dagelijks leven. Dit is Onze Mannen in Oranje. Vrije trap. Het is misschien wel een van de meest gevaarlijke dode spelmomenten die het voetbal kent. Ja, en hoe neem je nou de perfecte vrije trap? Of misschien nog wel belangrijker, hoe verdedig je hem? Ja, er is nu ook een nieuwe trend in het voetbal, hè? Dat je achter de muur gaat liggen. Wat vinden we daarvan? Ja, de muur liggen. Klaas heeft het laatst gedaan. Je bent toch een beetje een lulletje rozenwater, hè? Weet je wel. Ja, maar goed, als het werkt, werkt het. Wij gaan dat in ieder geval testen vandaag. En we gaan ook onderzoeken of er misschien nog betere alternatieven zijn te verzinnen. Degene die ons daarbij gaat helpen is niemand minder dan Sjaak Polak. Deze cultheld begon zijn carrière als profvoetballer bij Excelsior. En ook later bij Sparta en ADO schoot hij regelmatig een vrije trap in de kruising. Sjaak Polak, jij nam vroeger altijd de vrije trappen bij Sparta, bij ADO. Ik heb in de compilatie gezien dat je ze ook nog wel eens raak schoot. Ja, als ik erachter ging staan was het vrijwel altijd wel gevaarlijk. Kun je het nog steeds? Dat is een beetje de vraag. Ja, dat is ook de vraag. Ja, dat weet je zelf ook niet. Een tijdje niet genomen. Maar ja, ik denk dat je het ook niet 1, 2, 3 verleert. Dus ik zal straks wel een aantal nemen. Hoe moet je nou de perfecte vrije trap nemen? Moet je hem, zoals ze wel eens zeggen, op het ventiel raken? Is dat een apart stukje bal waardoor je hem beter raakt? Nee, als je wat verder van de goal af bent en je raakt hem op het ventieltje, dan gaat hij echt van links naar rechts op de keeper af. Ja, dat is vervelend. Van Hooijdonk, ja, dat is ook weer zo'n fenomeen. Ja. Die trapt hem uiteindelijk met de binnenkant zo, waardoor hij over de muur valt. Ronaldo, die heeft een gestrekt been, waardoor hij hem helemaal doorzwaait en naar beneden gaat. Maar raakt hij hem met de binnenkant van zijn voet of met zijn wreef? Nou, hij heeft hem volgens mij meer binnenkant wreef. Nou, en dat doe ik dus ook. Uiteindelijk raak ik hem daar, waardoor ik hem uiteindelijk aai, waardoor hij uiteindelijk weer in de verre hoek naar beneden valt. Ik leg hem neer en dan gaan we. Hier, kijk eens. Alsjeblieft. Nu nog een beetje sturen. En dan gaan ze erin. Kijk. Iets meer doorzwaaien met je been. Oh, het werkt gewoon, jongens. Ja. En nu gaan we het hebben over vrije trappen verdedigen. Ja. Martijn, we hadden jou een taak meegegeven. Jij regelt het muurtje. Ik had gegoogeld een voetballer hoe hoog die was. Alleen was dit Wesley Sneijder. Misschien was dat niet zo'n goede keuze achteraf. Nee, dus hier hebben we dus eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Deze kunnen we weg donderen. Dit kan weg. Hup, hoppatee. Hallo, daar heb ik een dag aan gezeten. Zo overheen. Sjaak, wat vind jij van deze muur? Dat kan je toch niet op trainen? Dat zou kunnen, maar is wel iets te klein, ja. Is wel iets te klein. En ze kunnen niet springen. Nee. En in het echt springen ze omhoog. Wat vind je ervan, Sjaak, dat ze tegenwoordig achter de muur gaan liggen? Alles doen om een scoringskans te ontnemen. Nou, dan zie je al dat de gekste dingen worden gedaan. Maar misschien is het wel leuk om even te gaan oefenen of het nou daadwerkelijk zin heeft. Ja, dus Martijn gaat achter, zeg maar, meestal de kleinste man die eronder ligt. Ja. Want de langste mensen die komen dan in het muurtje. Nou, in deze situatie zijn Niels en ik dat. Ja. Maar gelukkig en de bedoeling is dan... Job, kom even naar voren. Stevens, ontzettend fan van mij. Voor deze situatie hebben we ook een keeper. Daar is hij, kom gezellig in beeld. Het is Bram. Ja, hij heeft heel veel ervaring. Bram, dit is João Silva uit Brazilië. Ga op de goal, João Silva. Ja, en zoals het dan altijd werkt is... De keeper plaatst het muurtje. Dus onze Sjaak heeft de bal neergelegd. Waar wil je het muurtje hebben? Iets meer daarheen, iets meer daarheen. Nou jongens, hoppatee. Ja. Ik denk dat we er goed voor staan. Nou, ga liggen, Job. Jij bent verzekerd. Maak je maar geen zorgen. Vind je het nog leuk, je stage? Ja, zeker. Okay. Ik zou je een tip geven, degene die erachter gaat liggen, om met je rug deze kant op te komen en je keeper aan te kijken, zodat hij weet hoe jij moet gaan liggen. Buiten dat wil ik niet verantwoordelijk zijn voor je kinderbijslag. En ook voor een facelift. Kom maar, Sjaak. Mag aanleggen. Hoppatee! Ja, lekker, Job! Lekker, Job! Hoppatee! De muur liggen weg! Maar dit was nog niet een harde, hè? Nee,
Probeer eens even te kijken als je hem heel hard trapt op te liggen, of hij dan iets raar, alsof hij alsnog de goal in kan vliegen. Dat hij dwars door hem heen gaat. Maar we kunnen ook gewoon het muurtje skippen als jij gewoon heel graag op Job wil trappen. Als de ligger alvast gaat liggen, dan is dat prima. Voluit, Sjaak. 100% Sjaak. Zijn we er klaar voor, Job? In 3, 2, 1. Het werkt! Lekker, jongen. Ja, het werkt gewoon. Dit was ook spannend voor ons, hoor. Zo. Nou, Sjaak, volgens mij kunnen we concluderen. Dit was onmogelijk om te scoren voor jou. Ja, nu wel. Nu wel. Ja, als je geen ligger had gehad, dan had hij het hoekje ingegaan. Ja. Dus ja, het wordt wel lastiger, ja. Ja, de bal kan er niet onderdoor. Maar wat nog wel kan, is dat de bal eroverheen kan. Toch, de meeste vrije trappen worden over het muurtje genomen. Dus wij dachten, we hebben een variantje erop. Wat nou als we elkaar op de nek nemen, waardoor we een muur van meer dan 2,5 meter creëren. Dan hoeven we ook niet te springen, dan kan die er ook niet onderdoor. Martijn, jij gaat op mijn schouders. Nee, alleen mijn balzak. Nee, jij gaat op mijn schouders. Zo staat het in het script. Ja, wij zijn de onderste laag. Ja. En Job en Martijn zijn de bovenste laag. Daar gaan we. Hoppatee. Werkt het zo? Hoppatee. Nee, ik moet toch op je schouders? Ja. Zo? Ik denk al, wat doe je? Zo ga je al. Ja. Hup. Heel eerlijk, dit is wel echt een mega hoge muur. Dit is wel echt een mega hoge muur, hè? Oké, Sjaak, hij moet er overheen, dan in het doel. Ja. Dit is... Ja, kom maar. Dit is doodseng. Kom maar. Oké, Sjaak. Oh. Hey. Oh. Echt ja! Het hij mist. Hij mist. Oh, hij mist. Hij mist. Lekker. Oké, nog een keertje, want misschien was het toeval. Oh, kanker. Oh, ja! Zit hij? Ja, gast, hij zit. Jij draaide. Hij Hoe zit. Kan dit? Jij draaide. Dit is dus uiteindelijk, al zet je een muur neer, als je een schutting ook niet zo recht zet en uiteindelijk je doet dit, ja, dan komt er een kier. En dat mag dus nooit gebeuren. Tegen elkaar aan blijven staan. Doe het maar nog een keer. Oké, tegen elkaar, jongens. Ja. Zo ja. En niet draaien. Niet draaien. Oh! Yes! 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 Die was op een kale plek. Hey. Het werkt. Nou, we hebben dus net naar een geniale alternatieve manier om een vrije trap te verdedigen gekeken. Maar we hebben er nog één. Ja, dat is de lathanger. Wij vormen weer een muurtje, maar dan helemaal in de goal. Iedereen gaat aan de lat hangen. En de muurligger, in dit geval maar, weer Job, ligt eronder. Je gaat die kant op kijken, neem ik aan. Nee, je moet altijd met het gezicht naar de bal, anders weet je niet wat er gebeurt. Dat kan inderdaad wel. Je kan zelf kiezen hoe je dat doet. Het is misschien wel slim inderdaad om je ene delen mee te beschermen. Nou ja, je kan dus het beschermen. Misschien hier schiet de stens. Ja, nee. Ja. Je hebt niet echt daarom over nagedacht. Daar moet je wegkoppen. Het is in ieder geval een heel lomp idee. Ja. Maar het zou kunnen werken. Leuk bedacht. In theorie. Laten we even kijken of het werkt. Pak met mij naar binnen. Wat denk je? Ja, ik hou. Ja? Oké, okay, 3, 2, 1, daar gaan we. Nee, wat doe je? Oké, okay, go! Nee! Hoe kan dit? Dwars door onze muur. Hoe kan dit? Hoe? Nee, we staan niet goed. We moeten dichter tegen elkaar hangen. We moeten inderdaad dichter tegen elkaar aan, dus dat was weer een gat. Oké, kom voor weg. Oké, 3, 2, 1, go! Oké. Op! Dit is eng! Dit is eng! Gozer, die bal die komt hard. Jouw gezicht ook. Ja, ik dacht die komt recht op het knaar, joh. Ik wilde hem eigenlijk blokkeren, maar dat kon niet meer omdat ik ging. Nee, natuurlijk gaat het niet. Laat het nog één keer proberen, jongens. Eén keer, hè? Eén keer. Kom maar. Kom maar. 3, 2... Ja, ik hou het er meer. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Dat is zo leuk! Hij komt recht op je gezicht af, joh. Je kan ook niks tegen doen. Ja, nee, Sjaak, we kunnen concluderen dat dit waterdicht is als we tegen elkaar aanstaan. Ja. Dit is een mooi advies voor Frank en zijn jongens. Ja, Sjaak, dan is nu de tijd aangebroken voor de eindchallenge. En die luidt als volgt. Jij krijgt van ons 5 kansen om een vrije trap erin te schieten. Als jij meer dan 2 keer scoort, dan moeten wij kontje kick staan. Maar als jij minder dan 2 keer scoort, dan moet jij kontje kick staan. Wij mogen 1 muurtactiek gebruiken. Wij moeten alleen nog even bepalen welke tactiek het allerbeste werkt. We gaan heel even in beraad. Tot zo, Sjaak. We hebben 3 pogingen gedaan, of tenminste 3 tactieken. De muurligger, het hangen bij, in het doel, bij het lat.
en op elkaars nek. Ja, die op elkaars nek, dat ging helemaal nergens over. Nee, en volgens mij ga je daar gaten in creëren. En je pakt maar zo'n stukje, kan allebei de kanten op. Ja, het is een ik vrij dunne muur. Ik vond die stiekem best goed. Ik weet zeker dat hij wil scoren, hij wil winnen. Dus hij gaat er maar overheen proberen te krijgen of hij kiest voor de andere hoek. Maar in de andere hoek staat onze keep. En ik denk dat met dat muur liggen... Ja. Krijgt hij er overheen? Krijgt hij er makkelijk overheen. Dus volgens mij komen we maar op één ding uit. Het was de meest efficiënte, hij heeft niet gescoord. En hij wil zo graag ons hoofd raken dat hij elke keer de lat pakt. Ja, het is wel dus gevaar een, voor je eigen ogen die je kwijt kan raken. Je kan je tanden in je neus breken, maar... Ik denk dat het linker is van vuur, maar... een strijker in je gezicht. Ik denk dat je dat beter kan doen. Uiteindelijk is hij efficiënt. Ja. Laten we maar doen dan, jongens. 5 trappen, hè? Is veel, hè? Oh, man. Wij hebben een tactiek, jongen. Wij hebben een tactiek. We zijn eruit. We hebben uiteindelijk gekozen voor hangen in het doel. Niels en Martijn zijn ervan overtuigd. Ja. Jij gaat sowieso niet meer dan 2 keer scoren, Sjaak. En vanaf de tweede lijn, zeg maar die ronde, iets half ronde. Ja, tuurlijk. Nou, daar gaan we. Job, jij moet liggen. Jij hoort er ook, jij hoort bij de challenge. Ja, wat dacht je? Jij hoort bij onze tactiek. Jij ligt eronder. 3, 2, 1. Go, 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 go! Ah! Go, 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 go! Oh, kut! Andere hoek. Ja, jij moet echt die hoek pakken, keeper. Bram. Het kan toch niet zo zijn dat wij die hoek afdekken? Jij hebt dat. Dat was de afspraak. Welke Mogol heeft deze keeper aangetrokken, Brazilië? Oké, jij hebt hem nu, hè, Bram? Als je hem nu niet hebt, dan rij je met jou zo. Maar hoezo ligt jij buiten de goal? Ja, inderdaad, als hij hier komt, is de goal. Hoezo Job, ligt jij achter hier. De lijn? Job, hier. Ga daar liggen. Je moet op de lijn. Ja, als jij omhoog bent, ga ik. Oké. Snap jij de spelregels wel van voetbal, gozer? Ik snap hem. Jezus. Oké. Okay. Oké, in 3, 2, 1. Ja. Keeper positioneren. 3, 2, 1. Martijn, jongen, Jezus! Die was... Godverdomme. Wissel van keep. Geef mij die handschoenen maar. Ik ga echt niet. Oké, ga jij dan liggen? Het is heel simpel. We hebben even van positie gewisseld. Jij bent nu de lathanger. Ik ben de keeper geworden. En we gaan er vol voor. Ja? Hoppatee. Oké, go, go, go! Ik hou het niet! Oh, godverdomme! Ja, dat kan zijn! Ja! Fuck! Kan dit? Lekker zeg! Oh, dat is te hard! Kan niet Je kan met je blote reet gaan staan, vriend. Het wordt kontje kick. Ah, dat is juist! Oké, daar gaan we. Verstand op 0. Kom maar, Sjaak. Ja, wacht, nee, wacht. Even goed doen. Ja. Oké. Ja! Ja! Nee, tot het eerste met me. Hij komt pas iets later binnen ook op die kuit. Oké, Sjaak, ram hem onver. Sjaak, naar voren kijken, Martijn. Sjaak! Yes! Je hebt geluk gehad. Oh, Sjaak, normaal doen we. Oké, Sjaak, kom maar. Vol erop. Niet te hard. Oh, lekker! Lekker, Sjaak! Oh. Oh. Oh, dit was goed hoor, dit was goed hoor. Zo, dit was fucking hard, ouwe. Je hebt gewonnen, je hebt ons ook, tenminste Niels en mij, heb je flink geraakt. Maar ik ben wel benieuwd, wat vind jij zelf nou het beste muurtje wat we hebben neergezet? Het muurtje denk ik toch dat gewoon de standaard muur hebben met een ligger dan daaronder. En, want dat betekent als je springt, wordt hij hoger, ja. Dan kan hem er niet onderdoor krijgen. Dus het advies blijft aan Frank de Boer, gebruik gewoon de muurligger zoals we hem kennen. Ja, Frank? Ja. Hoor je het? Dat was het weer voor deze week. Sjaak, hartstikke bedankt voor jouw expertise rondom de vrije trap. Ik denk dat Frank de Boer die heeft gekeken en die zijn heel blij. Die was ook de eerste die comment, hè? Ja, Frank, comment elke week. Elke week. Dankjewel weer, mannen. Ja. Volgende week ben ik er weer bij. Nou, Frank, volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuw advies voor je. Tot dan. Later. Yo.